Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Ik wil jullie even van het volgende op de hoogte stellen. Ik wist het natuurlijk al een paar dagen, maar heel veel mensen die waren er ook al achter gekomen. Vandaag is er een nieuwsartikel online gekomen en ik vond het toch heel belangrijk om dit aan jullie te delen, omdat jullie van vuurwerk houden ook. En ik dacht van, dit is zo bizar wat er dit jaar plaatsvindt. We weten allemaal dat het vuurwerk verboden is met oud en nieuw vanwege corona. Terwijl het niet eens is aangetoond dat het echt de zorg zal ontlasten. Maar goed, in dat stadium zijn we nu voorbij. Alleen wat er nu weer plaatsvindt. Ik heb namelijk verschillende contacten natuurlijk met categorie 1 winkels. Dat is wel duidelijk. Ik bedoel, van, we zijn bij heel veel winkels geweest dit jaar. En ook de leveranciers heb ik contact mee gehad. En op een gegeven moment had ik contact met een winkel en die zei tegen mij van, het mag niet meer. Dat was denk ik 4 dagen geleden of zo. En toen dacht ik bij mezelf, het mag niet meer. Ik kan jullie ook wel vertellen welke winkel. Het was de Intratuin met vuurwerkbunker. En ik wilde daar nog langskomen voor luchthuilers en de Tyco Naut en zo. Die waren dit jaar ook nieuw. Dus die wilde ik hebben. Alleen het kon dus niet volgens hem. Want er was een lockdown. Alleen het afhalen van vuurwerk kon nog wel. Het categorie 1 vuurwerk. Dan zouden ze met een tent buiten gaan staan en alles laten afhalen. Maar op een gegeven moment zei hij van, het kan niet meer. Ik zeg, hoezo niet? Hij zegt, nou, we hebben op last van de gemeente, iets van Haaglanden nog wat, hebben we het verzoek gekregen om te stoppen per direct. En dus hebben ze dat ook gedaan. En vervolgens op die dag zag je bij iedere categorie 1 webshop zag je dat de stekker eruit lag. Dus toen was het eigenlijk al duidelijk van, hey, het was helemaal niet de bedoeling om categorie 1 vuurwerk alsnog af te gaan halen. Hoe zit het nou eigenlijk echt? Op het moment dat het totaalverbod werd aangekondigd door Mark Rutte, waren daar ook berichten over dat ze aan het nadenken waren om categorie 1 vuurwerk dit jaar ook te verbieden. Toen hebben wij gelijk al gezegd dat kan niet, want wij weten natuurlijk meer. Categorie 1 vuurwerk is Europees vastgelegd dat het is gewoon een basis van de vuurwerkwetregelgeving in heel Europa. Dus dat kan je niet zomaar gaan verbieden. Daar moet heel Europa achter staan en daardoor kon dat niet. Maar door deze lockdown kan je natuurlijk wel weer winkels sluiten die het verkopen. Dus is er een totaal verbod op categorie 1 vuurwerk? Nee, maar het is wel een soort van verboden. Omdat elke categorie 1 vuurwerkwinkel, die is nu niet meer open. Behalve de aantal supermarkten. Dus dan heb ik het over de Jumbo, de Aldi, de Lidl en Dirk van den Broek. Zo kan je er nog wel een aantal noemen. Maar de meeste, die zijn natuurlijk nu dicht. En daar zit ook natuurlijk weer een kanttekening aan vast. Want nu heeft de Aldi toevallig vandaag weer een nieuwe levering. Dus mocht je nog willen hebben, zou ik kijken. Ik denk niet meer dat het er ligt, maar ze zouden vandaag een nieuwe levering krijgen. Alleen omdat er zo weinig winkels overblijven die categorie 1 vuurwerk verkopen, gaat het natuurlijk nog drukker worden bij dat soort winkels. En dat willen we toch niet in een coronatijd, door besmettingen tegen te gaan en zo. Dus het is gewoon te triest voor woorden. Ik neem jullie even mee naar het nieuwsartikel en daar staat: vuurwerkbranche mag ook lichtvuurwerk dit jaar niet verkopen. Een nieuwe dreun voor de vuurwerkbranche. Nou, ik ga niet alles uitleggen, omdat ik dat eigenlijk net al gedaan heb. Alleen, ze hebben dus verschillende mogelijkheden geprobeerd. Ze wilden het dus laten afhalen. En ze hebben gezegd dat mag niet. Ze wilden het per post toesturen. Daar is vandaag dus definitief antwoord op gekomen dat ook dat niet mag. Dus er is geen enkele optie, blijf er over om aan categorie 1 vuurwerk te komen. Los van een supermarkt, want die zijn natuurlijk nog open. En categorie 1 vuurwerk is geen verboden vuurwerk en dat kunnen ze ook niet verbieden. Dus bij de supermarkten kan je het gewoon nog kopen. Maar ze frustreren eigenlijk iedere winkel die categorie 1 vuurwerk verkoopt en die wel dicht moet. Dus er is geen optie. Eigenlijk is ook de vuurwerkbranche is de enige branche in heel Nederland die geen online oplossing kunnen bieden. Dus bestellen online en dan afhalen ergens bij een tentje, wat gewoon zou moeten kunnen, vind ik. Want het kan ook met kerstbomen en weet ik veel wat, met boormachines. Alles kan je afhalen, maar categorie 1 vuurwerk is weer een probleem. En dat snap ik wel, want categorie 1 vuurwerk zijn ze totaal niet blij mee natuurlijk. Iedereen weet dat met oud en nieuw heel veel kat 1 op straat komt en iedereen gaat projecten maken en dat soort dingen. En dat beginnen ze nu een beetje door te krijgen, omdat het natuurlijk storm loopt bij alle winkels. En dat was niet de bedoeling natuurlijk. Dus dat is er nu aan de hand. Het is gewoon te triest voor woorden. Alleen, ja, ze mogen het niet officieel verbieden. Dus bij de Aldi, de Lidl, daar zou je nog steeds categorie 1 vuurwerk kunnen vinden. Want de Lidl levert niet meer. Dat is op nu dit jaar. Alleen de Aldi heeft volgens mij nog 2 leveringen uit mijn hoofd. En daar zal het ook wel storm lopen. Ik zou zeggen, check Instagram @PyroTeamDelft. Want daar plaats ik regelmatig de levertijden van de Aldi.
Dus mochten jullie nog aan vuurwerk willen komen, volg even op Instagram, want ik plaats dat regelmatig. Maar ik vond het gewoon belangrijk om jullie hiervan op de hoogte te stellen, omdat het gewoon te bizar voor woorden is hoe erg de vuurwerkwereld nu gefrustreerd wordt. Weet je, door middel van dat er ook geen categorie 1 vuurwerk verkocht mag worden, terwijl het gewoon Europees wel mag. Kijk, via de post is ook zoiets raars. Tot een aantal jaar geleden mocht je het gewoon via de post versturen als webshop, omdat het niet valt onder een officiële vuurwerkregel. Dat hebben ze toen natuurlijk aan banden gelegd, omdat ze dachten, hé, maar stel je voor dat die sterretjes afgaan in het pakketje en de postbezorger die heeft hem, dan kan die natuurlijk zijn hand eraf knallen. Dus hebben ze dat verboden. Heel bizar natuurlijk. Alleen ik zou zeggen, in deze tijd, laat het gewoon ook via de post gewoon toestaan, want wat kan er nou misgaan, weet je? Hoe groot is de kans dat er een ontsteking bij wordt gehouden? En er worden ook gasbusjes waarmee je aanstekers kan vullen, online verkocht en verzonnen. Die zijn volgens mij veel gevaarlijker als dat ontploft dan een sterretje of een knetterbal. Ik vond het toch nodig om jullie hiervan op de hoogte te stellen. Het is te bizar voor woorden. De vuurwerkwinkels kunnen geen kat 1 meer verkopen. Andere winkels ook niet. Maar het enige wat wel kan zijn supermarkten. En volgens mij zijn er ook een aantal bouwmarkten waar je kan afhalen. En ik denk dat zij ook iets kunnen doen met een afhaaltasje of iets. Als ik een handelaar was met categorie 1 vuurwerk, had ik nu gewoon geprobeerd om bij een supermarkt mijn vuurwerk weg te zetten. Want dat kan dus dit jaar nog wel. Omdat ze het dus niet Europees kunnen verbieden. En ze gaan natuurlijk niet alle supermarkten verbieden, puur omdat categorie 1 vuurwerk niet verkocht mag worden. Dus daar kan het nog wel. En ik hoop voor jullie dat de meesten die kat 1 wilden het in huis hebben. Want ja, we zijn natuurlijk nu erg laat. Ik heb al, denk ik, 3 weken geleden gezegd, er gaat dit jaar een storm komen op kat 1. En dat blijkt achteraf natuurlijk echt zo te zijn. Dus ik bedank jullie voor het kijken, jongens. We zijn nog steeds dagelijks en binnenkort meer livestreams. Namelijk op 27 tot en met 31 december gaan we iedere dag livestreamen op YouTube. Dus houd het in de gaten. Volg ons op Instagram, @priorityteamdelft, want daar komt meer info. Meer previews van video's en zo. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Bijna oud en nieuw, jongens. Vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.